field of play for the Compound Man Open Team Gold Medal Match. Nine, maybe a ten.
9. 10. Nine, maybe eight. Nine. Ten. Nine. 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 So after the third round, we have a tie. IWM came back from 4 points behind to a tie with only one round to go. So everything well and can happen. Laatste en voor de wereldtitel. Laat je horen. Let me hear you for Iran. Let me hear you for Turkey. En als we toch nog even kijken naar de scorekaart, dan zagen we natuurlijk dat de Turkije 4 punten voorstond na de eerste end. Jij zei toen al, het kan alle kanten op. Klopt, de eerste ronde ja, zat een 4 punten verschil in. Als Turkije daarna door was gegaan op dat niveau, dan was het daarna wel redelijk beslist. Maar Turkije schoot daarna ronde 52, waarbij Iran 57 punten schoot. En dan is alles weer open. Wat ook goed is om te weten is dat de schutters vandaag nog niet op dit veld hebben mogen schieten. Gisteravond hebben ze even mogen trainen op dit terrein. Voor de rest zijn dit de allereerste pijlen die ze schieten. Dus ze komen hier binnen en moeten direct de score stellen. Ik wou net zeggen, en zeker in een sport als de handboksport, is hier veel te doen vaak, ook over de mentale begeleiding van sporters. Je moet wel een coole kikker zijn met handboogsport. Zeker, dat is een van de belangrijkste dingen. Het schieten leren kan denk ik bijna iedereen. Maar het doen op het juiste moment is een ander iets. Je ziet ook, ja, zodra er een 7 geschoten wordt of een 8, dan is het al heel snel een achterstand. Dus eigenlijk moet iedere pijl gewoon goed. Iedere pijl moet goed, je hoort het van Annemarie de Kinderen, voormalig topschutter van Nederland.
Heeft hij nog een seconde? Ladies and gentlemen, the victory ceremony for the Compound Man Open Team. Dames en heren, jongens en meisjes, hier komt de medailleceremonie voor de categorie Compound Heren Open Teams. The People's Republic of China. De bronzen medaille namens China.
Those who are able, please rise for the national anthem of the Islamic Republic of Iran. Dames en heren, indien u dat u in staat bent, gaat u alsjeblieft staan voor het nationale volkslied van Iran. Please give a warm round of applause to our athletes. Dames en heren hier in Schertogenbosch, laten we nog maar één keer horen voor onze top 3. Applaudisseren, Schertogenbosch. Archie is erbij hier in het hart van de mondiale handboogsport. De parade is Schertogenbosch. Nog maar één keertje dan voor China, voor Turkije en voor de wereldkampioenen Iran. En jij zei het al eventjes, Annemarie, onthoud die naam van Alicina Manchezadeh, want die heeft niet heel veel tijd om van deze medaille te genieten. Hij moet alweer. Zeker, hij mag zijn medaille afdoen en direct weer terugkomen voor de bronzen finale in een mixed team.